تعاوني مسر من ذي الدنيا يخيط شنخر حق السنة ذي فلسطين السورية وانت التوبير مغلبية. كليك دي بروزر زوسترز واك مي ويل افسلوتن اس الله عز وجل زكت عند القرآن ومن أحياها أصيت هيف أبو النفس أبو النزيل ومن أحياها فكأنما اتستعت خلايك رزع زوف فكأنما أحيا واتسكتي دون رزع زوف ياي فكأنما أحيا الناس ستوبتي داخ رزع زوف ياي اين زيل دي ياي هلبت door jouw donatie die daar wordt weggehaald of daar onder onderdak vindt of daar op een veilige plek terechtkomt of wat dan ook. En dus door jou, na Allah Azza wa Jalla, met jou als sebab in leven blijft. Door jouw donatie in leven blijft en niet uithongeren zoals wij vandaag de dag zien in bepaalde kampen dat mensen door uithongering zijn gestorven de laatste dagen. Maar door jouw donatie in leven blijft. Men ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a. Het is... Eén persoon die jij mij hebt weten te redden. Eén. We vragen jou niet heel Syrië. We vragen jou niet de hele islamitische umma. Eén persoon. Eén broeder of zuster. Eén kind. Die jij hebt weten te redden. Na Allah Azza wa Jalla. Was jij de sebab voor. فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا. Alsof jij de mensheid. Een naas. Hij zegt niet فَكَأَنَّمَا أَحْيَ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا. Of الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا. Niet alleen de moslims. En naas, alsof jij elke persoon, dus eigenlijk de mensheid van begin van Adam tot aan de einde van de dag des oordeels, in leven hebt geschonken, zegt Allah Azza wa Jalla. Kijk, subhanallah. En de ulema die geven dan deze uitleg. فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ niet de muslimin, en naasa jami'a. En nu moet je er even bij stilstaan, geliefde broeder. Stel je eens voor, jij draagt bij dat een of broeder of zuster in leven blijft, veiligheid krijgt, enzovoort, enzovoort. Ga maar door jouw donatie en die blijft in leven. En nu begint het. En die blijft in leven. En die verricht zijn salah. Die salah komt op jouw rekening. Die vast komt op jouw rekening. Hajj op jouw rekening. Elke dua, elke stap, elke sadaqa, elke tasbih, elke hasana die hij dan de rest van zijn leven op de weg van Allah doet, krijg jij op jouw rekening. En wat als jij niet één broeder of zuster daar hebt geholpen, maar zoals de broeders of zusters en van deze organisatie bijvoorbeeld en andere organisaties, duizenden. En jij was er de sebab voor dat die een leven is gebleven of een veilig leven. Elke daad die daarna begaat, op jouw rekening komt. Ja, Rab, help jij jezelf daar dan niet mee? Jij komt dadelijk in je graf terecht. En jij komt dadelijk nu. Lijkt het alsof jij die sadaqa hier in deze doos terecht hebt doen komen. Ik zag hier net een doos goed gevuld, alhamdulillah. Wallah al-azim. Wa billahi wa tallahi. Jouw sadaqa, die heb jij niet hierin gedaan. Jouw sadaqa heb je in een andere doos gedaan. Heb je in een andere gat gestopt. Heb jij op een plek gestopt. Waarin jij dadelijk jouw kussen zand zal zijn. De muren om jou heen zand zullen zijn. En jouw dekbed zand zal zijn. En jouw dak boven jouw hoofd zand zal zijn. Jij hebt die neergelegd. Niet in deze kartonnen doos die wij hier zo meteen vernietigen. Nee, jouw sadaqa heb jij daar neergestopt. En die zal dan naast jou komen. En op het moment dat jouw vrienden en jouw familie en jouw vader zand over jou heen hebben gegooid. En na een dua zelfs je vader en moeder afstand van je hebben genomen. En je familie en je beste vrienden die jou daarin hebben gestopt. De rug zich naar jou keren. Wat zal dan naast jou blijven? Datgene wat jij hierin hebt gestopt. Daar heb jij je inrichting. Heb jij je graf mee ingericht. Daar heb jij de lampen opgehangen. Die jouw graf zullen verlichten. Daar heb jij de centrale verwarming. Om warm te blijven heb jij daar alvast opgehangen. Daar heb jij een gezelschap van iemand die ruikt naar muskus. Naar jouw goede daden, de goed ruikende daden komen jou daar vergezellen. Dus besef goed, dat is wat jij je voor hebt gestuurd naar jouw eigen rekening. Wallah al-adim, ook degene die dit via de internet doen of wat dan ook. Je hebt niks gedropt op de rekening van Worldwide Relief. Mogen Allah Azza wa Jalla hun beschermen en rijkelijk belonen. En nog meer laten inzetten voor onze broeders en zusters. Op de weg van Allah. Wallah al-adim, je hebt daar niets op gestort.
Je hebt gestuurd naar je eigen rekening.